Ik dacht twee instrumentalen, maar dat geeft niet. De setlist is een beetje veranderd. Zet toch twee? Oh, je... geef jij de mic gewoon. Nog beter. Hier. Krijg ik dat ding? Ik had mijn portie al gehad. Het volgende stuk wat we gaan spelen. Dat is iets wat ik normaal gesproken speel met mijn band in Nederland. Die heet Tin Man en de Telefoon. En het is een liedje van L. Garner. Het heet Penta Serenade. En kijk, mijn moeder is mijn grootste fan. Die is ongeveer bij alle concerten waar ik ook maar ga. Is ook. Dus toen ik merkte dat ze gisteren naast me in het vliegtuig zat, dacht ik van nou ga je wel heel ver. Als je zelfs in Curaçao naar mijn concerten komt. dus we gaan voor de gelegenheid dat nummer spelen. En ik moet er ook bij vertellen, normaal gesproken speel ik met videobeelden. En we hebben voor dit liedje, want het is een heel ouderwetse liedje, hebben we videobeelden van dansende Hollanders. Echt een hele oude video's. En ik denk dat jullie wel weten dat de meeste Hollanders toch niet zo goed kunnen dansen. Dus het is, geeft een hilarisch contrast. Dan zie je van die hele lullige oud-Hollandse dansjes. Terwijl je dus zo'n klompendans is eigenlijk. Terwijl je ondertussen dus een oud jazzliedje hoort. Maar dat moet je er nu even bij verzinnen. Penthouse Serenade.